ben Pearl Dijkstra, ik ben hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit. In 2009 ben ik hier in Rotterdam aan de universiteit hoogleraar geworden. En ik heb een hele bewuste keuze gemaakt om naar Rotterdam te komen. Waarom? Omdat Rotterdam er toen al onbekend stond om met onderzoek societal impact, dus iets voor de samenleving, te willen doen. En bij sociologie, daar kom ik vandaan, heet het ook sociology that matters. Ik heb leiding gegeven aan twee studies. De eerste was, hoe geef je wetenschappelijk gebaseerd advies in tijden van crisis, de pandemie. En de tweede was een advies over, en de titel was Pandemic Preparedness. Dus dat heeft me ook doen besluiten om aan te sluiten bij dit initiatief. Ik doe onderzoek naar levenslopen van mensen. En hoe de levenslopen beïnvloed worden, bijvoorbeeld door de families waar ze deel van uitmaken. Bijvoorbeeld ook door bredere omstandigheden. Denk aan het cultureel klimaat, denk aan economische omstandigheden. En we kijken ook naar zogenaamde ingrijpende levensgebeurtenissen. Ja, en dan kom je terecht bij pandemieën, bij rampen. Het gaat niet alleen over mijn onderzoek, het gaat juist over het onderzoek dat hier op Woudestein wordt gedaan. Dan hebben we het over juristen, economen, sociologen, bestuurskundigen, psychologen. Ik heb het voorrecht gehad, en dat was tot december 2020. Ik heb 5 jaar lang was ik een van de 7 chief scientific advisors voor de Europese Commissie. Toen ik startte was ik de enige sociaal wetenschapper. PDPC biedt een unieke kans om intensief met elkaar te gaan samenwerken. En met elkaar bedoel ik over verschillende disciplines. We hebben de techneuten, de ingenieurs. We hebben de mensen vanuit de geneeskunde. En we hebben de mensen vanuit de sociale wetenschappen. Waar we ons het afgelopen jaar, mee bezig hebben gehouden, is de gevolgen van een pandemie of de gevolgen van een ramp voor de levens van mensen. En ik denk ook de samenleving, de sociale cohesie, de ongelijkheid. Maar wat nieuw is en de kans die de PDPC voor ons zou bieden, is om net een andere invalshoek te kiezen. Niet alleen wat zijn de gevolgen, maar hoe kunnen we iets aan wellicht preventie doen, maar ook de samenleving weerbaarder maken via bepaalde bestuursstructuren, maar ook hoe kunnen we mensen weerbaarder maken. En dat is een nieuwe manier van werken. We zijn erg goed in het analyseren van de gevolgen, maar nu, de gevolgen kende, moeten we ons meer gaan verdiepen in hoe kunnen we die gevolgen voorkomen. En dat wordt heel spannend.